Ik krijg dus al 29 dagen lang dezelfde reactie op mijn YouTube-kanaal. En ik denk dat het maar een keertje tijd is om toe te geven. Welkom allemaal bij Content Veens seizoen 4. Het is weer tijd om aan de slag te gaan. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we eerst ons haar laten zien. Het heeft een maand mogen duren, maar we gaan het eindelijk doen. Ik wil graag een kapsel, als het kan. Ja. Dit is wat jullie wilden. Hier hebben jullie een maand op gewacht. Dit is mijn haar. Ja, dit ben ik. Max, hallo. Ik heb haar. Goed, in deze aflevering is het weer tijd om verder te gaan met mijn megabasis. We gaan een soort van het dak afmaken. Daar moeten we even omhoog. Kijk, zoals jullie kunnen zien, het is hier natuurlijk nog behoorlijk open. Dus dan lijkt het me logisch dat we dit dan ook gewoon dicht gaan bouwen. Maar ik ga alleen de basis van het dak bouwen. Ik ga niet de details in het dak vooral bouwen. Dat is namelijk puur omdat ik even aan jullie wil vragen zodra het af is wat jullie ervan vinden en of jullie enige ideeën hebben. Want ik heb zelf een aantal ideeën. Maar ik ben ook benieuwd wat jullie ideeën zijn. Dus het zullen vooral blokken zijn wat ik nu ga bouwen. Aan de achterkant zal ik wel een beetje details bouwen. Maar aan de voorkant en aan de zijkanten zullen het vooral gewoon blokken zijn die er bovenop komen. Dus laten we beginnen met de timelapse. In 3, 2, 1. Zitten bouwen. Mijn haar zit nog steeds op een mooie koppie. Het lijkt wel op een drol. En zoals je kan zien, ben ik nog niet helemaal klaar. Dit gat hier moet nog opgevuld worden. Maar het laatste beetje concrete powder moeten we nog helemaal hard maken. Dus laten wij heel even hier overheen vliegen. Over Joris zijn prachtige basis. Oei! Helemaal naar meneer KB zijn basis. Dan landen we hier. Pakken we deze allemaal eventjes eruit. Zo, klikken wij dit ding hier weer aan. Gaan we eronder hangen. En het enige wat we nu hoeven te doen is dit gewoon de hele tijd plaatsen. Meer niet. Kijk, en zoals je in mijn inventory kan zien, gaat dit ook behoorlijk snel op deze manier. En zo hebben wij alles al helemaal erin gestopt. Zetten we hem gelijk weer uit. Doen we even een dutje. En dan als het goed is, als wij hier landen beneden. Nou, dan zit alle witte concrete zit er gewoon in. Helemaal verspreid over deze twee kisten. Hey, dankjewel weer, hè, meneer KB. Ik hoop dat je mijn kapsel mooi vindt. Kijk even deze megabasis als je van een afstandje aankomt vliegen, jongens. Zoals ik al zei, het is nog niet klaar. We hebben daar bijvoorbeeld die grijze en witte blokken nu die helemaal nog geen details hebben. Het ziet er nog heel simpel uit. Maar op deze manier kunnen jullie wel gewoon eventjes goed het idee zien wat ik allemaal in gedachten had. Hieronder heb ik wel een paar details toegevoegd. Ga ik zo laten zien. Laten we eerst heel eventjes dit gedeelte hier helemaal opvullen. Want ik heb nu genoeg concrete bij me. Zo, dat is 1. Ik weet niet waarom ik zeg dat is 1. Het is niet alsof er zeg maar vakken zijn die ik op moet vullen. Ik zeg ook echt zo, dat is 1, alsof dit dak 1 of zo is. Nee, er is maar 1 gedeelte hier. Er is maar 1. Hey, ik ga jou trouwens inbouwen, het spijt mij. Oh, nou trouwens, je kan als je wil naar beneden springen en ik gok dat je het wel overleeft. Hij heeft het niet overleefd, ik ook! Hey joh, ik sla jullie toch niet naar beneden? Waarom moeten jullie nou boos worden? Hij spuugt op mijn hoofd. Au! Gadverdamme. Vanaf hier redden jullie het toch niet om op me te spugen. Red je niet. Red je niet. Spuug dan, kom dan. Vieze stinkbeesten. Hier, ik ga jullie inbouwen. Succes ermee. Oeh, nu ik haar heb, voel ik me kwaadaardig. Ik voel me gemeen. Ik voel me harig. Oké, het dak is bijna helemaal gevuld. De lama's zijn verstopt. We hebben geen last meer van ze. Ze hebben geen last meer van mij. Kan ik ze nog zien? Hallo, lama's. Ja, daar zijn jullie. En jullie spugen nog steeds op me. Hier is het hoofd van jullie poepbaas. Doei.
Hoppakee. Zo, dan is hij nu zo goed als af. Althans, het gebouw nog niet, maar het dak is in ieder geval lekker plat. Kijk dan eventjes. We gaan even een momentje zoeken, hoor. Kijk nou eventjes hoe die achterkant eruit ziet. Hé, dit ziet er goed uit, joh. Hoe ziet er van de grond uit? Heb ik zelf nog niet eens goed gekeken. Oh, ja. Jongens, ik had een idee. Dat moeten jullie natuurlijk heel even jullie mening opgeven en zo. Wat dachten jullie ervan om daar een groot logo te doen van het gebouw? Of om ramen, een kantoor, misschien het hoofdkantoor te maken, dat ik daar mijn kantoor kan hebben en met mensen kan praten en zo. Dat is natuurlijk de achterkant van het gebouw. Maar de achterkant ziet er wel echt heel cool uit. Laat maar even weten in de reacties wat jullie van dat vak daar vinden. Wat ik daar moet gaan maken. Kijk, we hebben hier nog een wit vak aan de zijkant. Die kan ik kaal laten, want hier heb ik ook een paar leuke details. Ik heb hier aan deze kant heb ik een soort van grote telescoop gemaakt. Hoe heet dat ook alweer? Een observatorium heb ik aan deze kant gemaakt, want het is een multifunctioneel gebouw, jongens. Dus we kunnen ook naar de sterren kijken. En ik heb hier gewoon nog een leuk tandwiel toegevoegd, want waarom niet, hé? Ik heb hier beneden, daar heb ik een tandwiel. En nu hebben we hier hebben we nog een tandwiel. Het is gewoon één groot, functioneel, operatief gebouw. Geweldig. Simpelweg geweldig. Dan hier aan de voorkant heb ik natuurlijk die twee witte blokken en dat grote grijze blok toegevoegd. Hier kan ook een logo of het kantoor. Hier komen gewoon allemaal random details nog. Dat gaan we zeker nog doen. Maar hij is in ieder geval helemaal dicht nu, het gebouw. Je kan er alleen nog maar via de normale ingang in. En je kan niet meer via de bovenkant of de zijkant erin vliegen of zo. Het is helemaal dicht nu. Dat is even mooi, hè? Hij is nog niet af. Onthoud dat goed. Dus niet gaan reageren. Oh, Max, je gebouw die is echt nog vet kaal, man. Er zitten nog hele platte muren. Je moet allemaal nog dingen toevoegen. Geen zorgen, jongens. Die details komen eraan. Goed, dan hier lagen mijn spulletjes waar ik de hele tijd mee aan het bouwen was. Dan gaan we nu naar het volgende segment van deze video. En dat is namelijk een soort van verrassing. Klein dingetje doen voor Char. Zoals je kan zien, dit is natuurlijk de Mandy's Mansion van Char. Dat is niet echt de basis, maar hier is ze natuurlijk wel veel. En dit is een van de leukste projecten, volgens mij. En in de afgelopen 2-3 video's of zo, daar verzamelt Char mijn spullen voor mijn bouwwerken. Zo heeft ze de spullen verzameld voor deze timelapse, voor de timelapse in de vorige video. En zo heeft ze zelfs spulletjes voor me verzameld voor de timelapse van de volgende video. Ga ik nog niet laten zien. Maar de volgende video, jongens, ga ik echt wat heel leuks bouwen. En daar heeft Char ook wat mee te maken. Ook een soort van verrassing slash beloning voor haar. Alleen dat zien jullie pas in de volgende video. Laten we voor nu even mijn spulletjes terugleggen hier. Deze heb ik niet meer nodig. Maar omdat Char dus die spulletjes voor mij verzamelt, wil ik wat leuks voor haar bouwen. En dat wil ik gaan doen hier bij Mandy's Mansion. Het is echt een heel klein stom dingetje. Dus ik ga even kijken of ik Char online kan krijgen. Ik had de spulletjes. Deze heb ik wel allemaal zelf verzameld. Jeetje, ik heb gewoon zelf spullen verzameld. Ik ben echt anders nu dat ik haar heb. Ik merk aan mezelf dat ik echt gewoon, ik ben een beter persoon nu dat ik haar heb. Het doet iets met me. Goed, laten we even kijken of Char online kan komen. Hey, knar. Hey. Hey. Welkom. Ga zitten. Ik heb een stoel voor je. Juist. Hey, welkom. Trek je armor maar even uit. Want ik moet even een goed kijkje naar je nemen. Nee, ik ga je niet doodmaken. Ik kan het dood met je handen halen. Ik ga je niet doodmaken. Het is volkomen veilig wat ik hier ga doen. Hey, jij hebt natuurlijk afgelopen tijd wat spulletjes voor mij verzameld. Dus ik heb hier iets speciaal voor jou verzameld. Wat ik ga doen. Maar daarvoor moet je wel even aanwezig zijn. Ik heb al een ontwerpje gemaakt. Dus ik ga hem gelijk aan de slag. Welkom. Geen idee wat je hier doet natuurlijk. Kijk, ik ga wat leuks voor jou bouwen hier. Wat voor jou is als een soort van bedankje voor het verzamelen van de spulletjes. En ik dacht, ik kan het wel doen terwijl je weg bent. Maar het is leuker om dat te doen natuurlijk als je het bent. Je valt echt met je neus in de taart hier, of niet? Ja, ik ben ook echt net 5 minuten thuis. Oké. Ik ga heel erg mijn best doen om dit heel leuk te doen. Ja, dat is ook goed. Ook al weet ik al hoe het eruit komt te zien. Maar dat is natuurlijk niet heel belangrijk. En je hebt, als je het zo ziet, al een beetje een idee wat het gaat worden, hè? Als je het zo ziet. Of niet? Een beetje. Een beetje, wel een klein ideetje. Toch? Oké, ik ga even een tukkie doen, want we kunnen natuurlijk alleen in dagwerk. Zo. Goed, oké. Ik heb alle blokken bij me. Dit kan helemaal niet misgaan. Dit is echt in principe een heel simpel taakje. Hoop ik. Ik ben heel benieuwd. Heb jij een loom voor mij trouwens? Want ik kom iets te kort, zie ik nu. Heel stom. Nee, ik heb geen loom. Oké, dan moet ik zo meteen even heen en weer vliegen. Oké. Kijk, wat we gaan doen. We gaan zo. Hier, hop, hop. Hop, hop. Oké, wat is dit? Wat zie je? Wat vind je trouwens van mijn haar? Ik heb nog niks over, je hebt nog niks over mijn haar gezegd. Wat? Ja, wat vind je ervan? Wat heb je gedaan? Ja, mijn haar laten groeien. Ik mis de haar op mijn hoofd. Zo kaal. Ah. Vind je het niks? Dat zeg Joris, ik niet. Joris vond het een drol. Snap ik. Oké, we hebben alles hier. Alles wat we nodig hebben. Doen we deze hier. Doen we deze hier. Zo, zo. En dan zo, zo. Waar lijkt het op? Wat zie je? Mezelf. Ja, goed zo. Hij is nog niet klaar. Hij is nog niet klaar. Zij. Even kijken.
Zij is nog niet klaar. Het is nog niet klaar. Het? Het. Okay. Je weet maar nooit. Zo en zo. En dan die hier. Ja, ja. En dan vraag je af, wat gaat dit zijn hier? Dit hier. Heb je al een idee wat dit is, wat ik nu hier plaats? Nee. Nee? Hoezo niet? Het is zo duidelijk wat dit gaat zijn. Oh, dat is mijn koptelefoon. Dat is je koptelefoon natuurlijk. Hier, kijk. Zo, en dan... Even denken. Doen we dit zo? Ik ben echt heel erg in de war. Hoezo? Het is super simpel wat ik hier aan doen. Ben. Zo. Hop, nou, okay. Ik dacht ik heb ineens een baard, maar... Een baard? Hoezo zou je een baard hebben? Nee, maar nu maak je het gezicht ervoor en nu wordt het logischer. Ik ga geen baard creëren bij jou. Ik ben heel erg naar mijn tweede scherm aan het kijken om het goed te doen wat ik hier eerder gecreëerd heb. Zo. En dan zo. Zo, kijk, dat is je microfoontje, daar kan je door praten. Ja, ja, ja. Daar praat je door. Dan gaan we hier je oogje creëren. Kijk, dat is je oog. Dat kan je zien. Maar je andere oog daarentegen, die is natuurlijk helemaal bedekt door je kapsel. Bijna beetje, helemaal. Ja. Bijna helemaal bedekt door je kapsel. Dus dat kan je niet zien. En je hebt natuurlijk, want dat zie je altijd goed bij jou, zo'n wenkbrauwtje hier. Zo, zie je, dat is je wenkbrauw. Ja. Kijk eens aan. Ja, dat is je wenkbrauw. Zie je, je hebt een wenkbrauw, dus dat klopt ook helemaal. Dan... Moet die koptelefoon moet natuurlijk wel je kop over. Het is een koptelefoon, niet een oortelefoon. Mm-hmm. Dus dan gaan we hier die oordingen zo doen. En dan gaat hij hier zo over je hoofd heen. Gebruiken we voor extra details. Komt die? Even kijken. Een beetje glas erin. Ik zie dat niet, maar leuk. Ja, ja dat zie ik niet wat ik hier aan het doen ben. En dan hier doen we nog je haar langs je hoofd laten gaan. Mm-hmm. Zo. Dan hebben we hem bijna. Oh nee, de achterkant. De achterkant moet ik zo nog doen. Eerst nog eventjes hier, nu nog daar eentje. Kijk, zo. Dan hebben we de voorkant. vind je er vast zover? Lijkt wel op je. Ja. Ja, het heeft wel iets. Ik vind het wel een beetje erop lijken. Dan gaan we de achterkant nog even doen. Dus je mag je stoel even meenemen. Kijk, die achterkant ziet er nog een beetje kaal uit. Er moeten nog ook wat details bij. Ja, een beetje plat. Het is een beetje plat, zo. En wij zijn heel blij dat je hiervoor online bent gekomen. Ik voel het al. Super blij. Dat dit hetgeen is waarvoor ik vroeg of je online kon komen. Ja. Ik ben heel erg aan het spieken. Oké, zo, zo. En dan tot slot deze erbovenop. Dit weghalen hier, die weg. En dan heb jij ineens gewoon... Klopt dit met de achterkant van je? Blijf maar kijken. Jawel, dit klopt wel een beetje. Het gele, dat zorgt gewoon voor details. Ik weet dat je haar niet geel is, maar hè. En dan is die denk ik af. Oh nee, wacht. Ik moet zo doen. Ik moet even iets met een loom doen, oké? Oké. Ik ben heel snel heen en weer. Ja. Oké, Shardus, dit is echt... Shardus is echt online gekomen voor dit. Gewoon. Ik zei van Shardus kan online komen. Het is heel belangrijk. En het is online gekomen en ik ben er nu gewoon een soort van aan het sculpten hier. Waar ligt mijn dye? Ik heb even zwarte en deze. Ja, zo. Ik heb ook even zwarte dye nodig. Kijk, ik heb nog maar één rocket. Dit moet ik heel slim spelen. Ik heb één zwarte dye of meerdere zwarte dye nodig. Laten we even hier deze killen. Hier komen... Oké, we hebben zwarte die. Dan gaan we kijken of we die kant op kunnen vliegen. Mijn laatste rocket. Kijk, Char heeft vast wel een loom in de basis staan. Even kijken, heeft ze die hier ergens? Een loom? Oh, nee. Oh, nee. Die heeft ze niet. Hier misschien? Oh, nee. Misschien boven. Oh, nee. En mijn rockets zijn op. Moet ik helemaal gewoon weer gaan lopen. Heel ouderwets. En Char is maar aan het wachten. Je hebt veel wat beter te doen op de dag dan naar mij kijken hoe ik haar standbeeld bouw. Oh god, Joris is ook online. Waarom ging ik gewoon niet naar mijn eigen baas? Ik weet volgens mij dat ik hier gewoon looms heb staan ergens. Oké, even kijken jongens. Wat we gaan doen. We gaan eerst een blauw sterretje erin doen. Dan gaan we daarna een blauw streepje er doorheen doen. Dan gaan we daarna een grijze schuine streep er doorheen doen. En daarna... een blauw vierkantje eromheen. Dan hebben we de S gecreëerd. En dan gaan we nu die kant op lopen. Want we kunnen niet meer vliegen. Nou, trouwens, ik denk dat ik misschien dit stukje hier kan vliegen. Als ik een beetje geluk heb. Nee, niet gelukt. Oh mijn god, het ziet er ook echt... Het ziet er niet uit van een... Ik ben er weer. Oh. Mijn Elytra, mijn rockets waren op. Ja, het duurde ook wel lang. Ik was bijna in slaap gevallen. Ja, dat maakt niet uit. Mag ik vragen, waarom heb jij een S op je borst staan? Je bent Charles toch met de C? Dat is speciaal voor Sebastiaan. Voor Sebastiaan? Oh, ja. Dat staat voor mijn editor Sebastiaan nee, op zijn borst. Hij schreef mijn naam een keer in de ondertiteling met een S. Oh. Kijk, ik heb ook de S voor jou hier op je borst. Omdat jij hem natuurlijk er ook hebt. Ja. Ja. En dan is hij af. Dan hebben we hem gewoon. Je eigen standbeeld helemaal... persoonlijk gemaakt voor jou als bedankje. Ik zie Joris er trouwens. Hi Joris. Hi. Niet Joris, kom eens kijken. Gluren. Kom eens kijken, wat vind je ervan? Ik heb voor Char een standbeeld gemaakt als bedankje. Dit is sprekend. Dit is er toch? Oh, dit is er. Kijk, even afstandje pakken. Hier, dit is er gewoon. Hier, als we even vanaf hier kijken, dit is toch wel geweldig. Zo voor Mandy's, die moet je ook laten staan daar, is leuk. Welke is nou de echte Char?
Ja, dat wacht. Sjart, gaat er eens een beetje zo staan nu voor? Iets naar achter, stapje naar achter. Ja, dit is het wel gewoon, dit. Ja. Dit is het. De koptelefoon, de microfoon, de wenkbrauwen, ja? Dat oog. Ik zie het verschil niet. Ik zie... Ja, daarvoor moest je even online komen, Sjart. Ik wou je dit als bedankje geven. Nou, top. En ik ga nog wat leuks maken waar je ook nog extra bedankje voor krijgt. Ah. Dat wordt heel leuk, dat wordt heel leuk. Net zo leuk als dit? Nee, dat wordt nog leuk. Nou, trouwens, ik weet niet of het leuker dan dit kan zijn. Joris, wil je ook een standbeeld? Nee. Ja, dat wil die. Ik wil wel een bedankje. Ja, voor wat? Weet ik veel, bedenk iets. Oké, ik zal iets bedenken en dan zou ik jou ook een standbeeld. Wacht, geef me 20 minuten en dan heb ik ook een standbeeld voor jou. Timer staat. Oké, zo terug. Ik heb geen... Heb je vuurwerk? Ik weet niet of jij vuurwerk hebt. Nee, heb jij vuurwerk voor mij, sorry. Oh, ja. Dat dan ga ik het heel snel regelen. En een wortel, dankjewel. Oké, tijd om ook een standbeeld voor Joris te regelen. Ik weet niet waarom, maar hij wilde het. Goed, jongens, we zijn ongeveer een kwartier verder. Ik heb bijna alle spulletjes verzameld voor Joris zijn standbeeld. Het enige is dat mijn vuurwerk weer op is. Dus ik moet zo meteen echt even vuurwerk kopen bij Joris' winkel. Voor nu heb ik alleen nog een beetje spruishout nodig en een heel klein beetje black terracotta. Dus laten we heel even langs Shara Basis gaan. Kijken of ze het heeft en dan betalen we er wel gewoon of zo. Net een standbeeld voor de gebouwd om het te bedanken. En de eerste volgende wat ik doe is gewoon spullen van de stelen waarschijnlijk. Nou, het is niet stelen, jongens. Niet stelen. Nooit stelen. Lenen. Lenen niet meer teruggeven. Terracotta heb ik al. Dat hoef ik hier alleen zo te maken. Hoppakee. Ik heb alleen een beetje sproeshout nog. Heel klein beetje maar. En het is voor een goed doel. Hè. Het is voor Joris' standbeeld. Ik ben benieuwd. Waar wil je hem? Ik denk dat hij hem bij zijn basis wilt. Hij wil hem op zijn gebouw. Ik ben er. Hallo? Waar wil je hem? Is dit het? Is dit de locatie? Dit is wel een mooie locatie. Ja, dit is de locatie. Dit is de locatie. Ja, hij is alleen nog niet helemaal symmetrisch misschien. Oh. Ja, kijk, ik ga wel even mijn platformpje bouwen waar die op komt. Ja, je mag gewoon snel gedaan, hè, dit. Je kan hem ook in de grond doen dan, in plaats van hierop. Dat is echt een sokkel in de grond zit. Ja, wacht even. Kijk want hij wordt... Maak er wat leuks van. Zo, kijk, dit is zeg maar waar die op komt. Dus dat kan... Dit is niet in het midden. Doe dan eentje naar achter. Is dit de voorkant of de achterkant? Dat maakt niet uit. Hier dan? Zo? Ja, doe dan als dit de voorkant is. Oké, prima. Dan moeten we wel nog even... Nee, wacht, doe hem naar deze kant. Hier, dus hij kijkt deze kant op. Sorry. Oké, hij kijkt die kant op, maar dan staat hij hier wel goed. Klopt dat? Nee, eentje naar achter dan. Wat zit je nou bij standbeeld? Dat is voor jou. Ja, oké, sorry. Kijk zo. Hoppakee. Jij krijgt ook een standbeeld. Ga maar, hebben jullie een stoeltje? Want je moet wel zitten ervoor. En je moet je kleding uittrekken, maar niet je kleding, maar je armor uitzetten. Ik heb al geen kleding aan. Oh, je bedoelt mijn armor. Oké. Je armor, ja. Hoe doe je? Je hebt al geen kleding aan. Hoe bedoel je? Je hebt al geen kleding aan. Wacht eventjes. Dus dit is goed, hier zo, en dan kijkt hij jouw kant op. Ja. Oké, welkom, dame en heer, bij standbeeld nummer 2. Vandaag gaan we Joris bouwen. Ik heb hem net helemaal... Waar is... Oh, hier. Ik zal even alle spulletjes erbij pakken, dat ik dit helemaal gewoon netjes kan doen. Dit voelt echt als zo'n straatoptreden van een... ik verwacht wel zo meteen, dan ga ik met een potje rondlopen dat je moet betalen. ja. Kijk, we hebben eerst Joris' broek, die hebben we hier gemaakt. Want zoals je kan zien heeft Joris een soort van een groene broek. Ja, dat valt onder groen. En dit vond ik wel een mooie kleur groen daarvoor. Dan gaan we hier eerst een... hoe heet zo'n dingetje? Ja, schort of zo. Zijn schort gaan we creëren. Dus dan heb je hier zijn bretels. Zo. En in het midden zit dan natuurlijk, ja, net verkeerd om wit. Maar dat gaan we oplossen door daar deze te plaatsen. Zo, kijk. Nu ziet het een beetje uit als een schort. Hartstikke leuk. Dan heeft hij natuurlijk om zijn armen, heeft hij van die zwarte dingetjes. Zie je deze zo? En hij heeft deze. Dit heeft hij om zijn armen zitten natuurlijk. Ik weet niet wat dat zijn. Wat zijn die zwarte dingen, Joris? Een einde van mijn mouwen, denk ik. Het einde van je mouwen. Ja, hoe noem je dat? Zeker. Dan heb je links heb je natuurlijk een handje. Dat is die. Zoals ze staan. Dus dat je handjes zijn. En aan de andere kant heb je voor een of andere reden een soort stompje. Dus dan heb je een stompje. Zie je? Waar je nu dat ding in hebt. Ja. Vertrouw je het niet? Denk je dat je doodgaat? Nee, dat heb ik altijd om. Oké. Als je het zelf niet. Dan gaan we aan de achterkant, als jullie heel even voor de demonstratie naar achter kunnen lopen. Oh, ik moest omdraaien. Heel even snel hoor, gewoon heel even snel. Kijk, we hebben hier aan de achterkant trekken we zijn schort dicht met een touw. Zie je, dat heeft Joris op zijn achterkant. Ze trekken dus het schort van hem dicht. Dus dat is goed, dat is netjes weer. Dan mogen jullie weer zitten op jullie locatie. Klimmen we even omhoog. Dan doen we hier je schoudertjes, die zijn natuurlijk wit. En dan gaan we nu beginnen met het prachtige hoofd van Joris. Dan beginnen we... 1 minuut 10. 1 minuut 10? Hoezo? Hoezo heb ik in één keer de tijd? Ja, je zei 20 minuten. Oh ja, om het te verzamelen, weet ik wat. Maar ik ga kijken of ik hem af kan krijgen. Dan hebben we hier Joris ogen. Zo, hoppakee. Prachtige ogen. Een hele ogen grote Joris. Kin. Oh! Ik had het verkeerd gedaan. Wacht, ik zie het inderdaad.
Hier moet jouw ogen. Ik denk, wat bedoel je? Ik heb een hele grote kin. Zo, hier komen je ogen, sorry. Dan heb jij wel een voorhoofd. Sean had geen voorhoofd. Geef wel een voorhoofd. Dan moet ik heel even kijken hoe ik dit netjes ga doen. Aan deze kant hier. We gaan je kapsel eerst creëren. Moet ik heel even kijken. We gaan aan de achterkant beginnen, kom maar. We beginnen aan de achterkant, dat is makkelijker voor mij. Hey. Even een dutje doen. Oh, sorry. Godverdomme. Oké, we gaan eerst Joris' kapsel. Die is best lang. Dat weten jullie misschien niet. Maar Joris' haar die komt net tot zijn nek. Als jullie iemand dat blokje daar weg kan halen. Kijk, dan doen we hierachter doen wij ook wat haar. Want hier gaan we ook in Joris' haar zit glas. Ik weet niet wat jullie allemaal doen. Dat er allemaal haar in jullie glas zit. Andersom, haar in mijn glas. Glas in jullie haar. Glas in jullie haar. Kijk, zo. Hoppakee. Prachtig kapsel heb jij, Joris. Ik heb echt alles onderzocht. Dus zo. Je hebt een heel mooi kapsel. Heb je? Hier eentje. Even kijken. Hier komt haar. Zo. Hier eentje. Zit je te lachen? Ik doe mijn uiterste best voor dit kapsel. Hij begint al langzaam af, bijna af. Ik ben even geconcentreerd. 2 seconden. Zo, hier. Hoppakee. En dan de laatste is volgens mij deze hier. Zo. Volgens mij, Joris, hebben we nu een accuraat kapsel voor je. Nee, hij is bij. Nee, dat klopt iets niet. Wacht. Dat klopt niet. Mag ik een vuurwerkje? Oh. Nee, ik wil niet bij elk vuurwerkje bijkomend worteltje. Oh, ik snap hem al. Ik zie het alweer, hé, joh. Wat er allemaal fout gaat hier. Allemaal fout. In deze bende. Hier moet er nog één. Dan hier moet er nog één. En boven je oogje moet er ook nog één. En dan tot slot, even kijken, hier ook nog één. Als het goed is dit beter. Ja. Oké, het ziet er wel iets beter uit, ja. En dan, maar kijk, dan vraag je je af. Joris is een man, weet je? Dus Joris, kijk maar eens aan, Joris. Ja, je bent echt een man. En zoals je kan zien, Char, hier bij Joris, aan de zijkant. Joris heeft bakkenbaarden, zie je? Ja. Hij heeft wel bakkenbaardjes. Dus wat we ook nog even gaan doen, is hier even bakkenbaardjes creëren. Zo, en hier eentje, die zit iets meer naar achter. Hij heeft niet echt goed opgeschoren. Zo heeft hij ook nog bakkenbaarden. En dan is hij af, Joris. Zie je ervan? Dit is echt fantastisch. Ja, heb jij ook een standbeeldje? Ik mis nog wel een beetje mijn bril die ik op heb. Ja, dat twijfelde ik dus. Mijn lasbril. Ik vond de bril niet belangrijk genoeg. Ik vond je haar, je had zulk mooi haar. Ja, dat, ik moet zeggen, dat is nog wel echt een prachtige koep. Ja, is mooi hè? Dit is het gewoon, dit ben jij. Heb je nog een Joh, naar welke kapper ga jij? Je hebt mooi haar, Sjoerd. Ja, niet normaal. Wacht, even kijken. Zullen we even kijken welke leuker is als we deze zo zien? Oh, nee! En dan naar Sjoerd vliegen. Wat heb je tussen je benen ineens, Sjoerd? Zit die chocobox daar? Wat is dat? Wie heeft dat gedaan? Oh, waarom zit die chocobox tussen de benen, Joris? Wat? Wie heeft... Waarom mijn chocobox? Die wil ik er helemaal niet. Weg mee. Ik vind deze... Dit is wel de OG. Deze heeft tenminste nog een S op de borst. Kom maat. Sjoerd. Super Char. Hey, zijn jullie er blij mee? Eigenlijk was het alleen voor jou. Maar nu moet ik nog wel. Ik vind haar wel mooier. Nee, jouw haar is echt geweldig, Joris. Je hebt echt wat voor shampoo. Dankjewel. Jij hebt ook. Oh ja, ik heb ook haar. Ik had het helemaal vergeten. Ik heb ook haar inmiddels. Ja, niet voor lang. Dat ga ik wel weghalen. Hey, Char, verwacht nog meer nieuws. Want dit is jouw bedankje is niet meer bijzonder omdat Joris er ook in heeft. Dus bedankt, Joris. Moet ik alleen nog even reden zoeken. Bedankt. Oké, dat was het. Daarvoor moest ik jullie online hebben. Dat is helemaal bijzonder dit. Ja, dankjewel voor het opofferen van jullie vrije tijd. Ik ga er weer vandoor. Doei! Bedankt voor het standbeeld. Doei! Goed jongens, zo hebben wij daar een leuk standbeeld voor Char gecreëerd. En aan de andere kant, daar hebben wij een leuk standbeeld voor Joris gecreëerd. Ik vind ze wel heel leuk. Misschien, laat maar even weten in de reacties. Willen jullie dat ik voor elke content Veenen nog een standbeeld ga maken? Bijvoorbeeld ook voor KB en misschien ook voor Ricky, voor Rick, voor Zezombo, voor Harlow, voor René, voor Floor. Laat maar even weten in de reacties. Zouden jullie het leuk vinden om nog meer standbeelden te maken? Ook al zijn ze misschien een beetje stom en lelijk, maar ik doe mijn best en ik vind ze leuk. Laat het vooral de reacties weten. Zo te zien zijn Joris en Char er heel blij mee. Ze zijn goed aan het kijken. Mijn chocobox staat. Hij heeft mijn chocobox gestolen. En mijn bed. En mijn chocobox en mijn bed. Joris doet dat. Joris doet die chocobox tussen de benen. Waarom doe je dat, Joris? Hey, ik vond het weer een succesvolle aflevering. We hebben een stuk verder gebouwd aan mijn megabasis. We hebben leuke standbeelden gebouwd. En we hebben... That's it? Dat is hartstikke leuk. Vond jij dit nou zo'n leuke video? Net zoals ik. Vergeet dan zeker even niet te liken en te abonneren. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video samen met mijn editor Sebastiaan. Zeker even kijken. Zeker even liken. En nu dankjewel voor het kijken. Spreek je later. Glaasje van het heel wiebelen. Je mien. Doe je woning in.